We staan natuurlijk in de keuken van Miele voor recepten van topchefs. En naast mij de topchef van vandaag, Jonathan Sandbergen, executive chef bij restaurant Melet. Maar vandaag hier een tussengerecht. Wat ga je met ons maken? Ja, mooie coquilles. Coquilles gecombineerd met paddenstoelen en witlof. Ik denk dat we maar aan de slag moeten gaan. Ja, dat is het. We beginnen met de saus. Saus van paddenstoelen. Die is heel smaakbepalend in dit gerecht. En tegelijkertijd maken we de royale van eekhoorntjesbrood. Okay. Voor de saus van paddenstoelen. Ik zet alvast een pan op het vuur. Mm-hmm. Beginnen met de champignons. Kleine plakjes. Die gaan we zo meteen aanbakken in roomboter. Kijk, en waarom kies je dan toch voor roomboter? Ga heerlijk. Smaak. Lekker vol, ja. Deze saus is op basis van een klassieke champignonsaus. Ja. Met boter, champignon en cognac. En dat is ook de basis van deze paddenstoelensaus. Boter in de pan. Laten we even uitbruisen. Ja. Doen we de paddenstoelen erbij. We kunnen ondertussen ook meteen de sepsroom voor de royaals opzetten. Ik gebruik daarvoor gedroogd eekhoorntjesbrood. En de slagroom die we daarvoor gebruiken, koken we tot 2/3 in. Champignons in de pan. Yes. Gaan we meteen kruiden met een beetje zout en een beetje peper. Ook weer vooraf. Maken we zo die saus, laten we hem trekken. En dan kunnen al die smaken een mooie harmonie vormen. Mooie specerijen van Verstegen. Ruikt al gelijk goed. Precies. Champignons krijgen een kleurtje. De boter krijgt ook een mooi dat aroma van de beurnazet. Zet het vuur iets lager. Dan gaan we nu afblussen met cognac. Kijk, die cognac die moet helemaal gereduceerd zijn. Ja. Dan gaan we de bouillon toevoegen. De bouillon in deze saus, omdat we het gerecht met coquilles maken, is ook op basis van de vliezen van de coquille. Dus ik heb hier die noten, eigenlijk het vruchtvlees van de coquille. Ja. En de vliezen, die spoelen we. Daar maken we een bouillon van met wat groenten. En die bouillon koken we dan in tot die wat sterker is. En dat is de basis voor de saus in dit gerecht. Goed, en nog even nalezen op de website wat Jonathan zojuist zei. Dat kan natuurlijk op receptenvantopchefs.nl. Nou, je ziet het. Cognac is verdampt. Ja. Voegen we de bouillon toe. Daarbij gaan een klein beetje gedroogde eekhoorntjesbrood. Hierbij gaat druppeltjes sojasaus. 1 teetje knoflook. Mm-hmm. Daar gaat bij slagroom. Nou, deze saus, zoals ik al zei, moet 3 kwartier ongeveer zachtjes pruttelen. Dan gaat de staafmixer erin. Doe hem door een zeef. Dat heb ik al voorbereid. Dat is het volgende dan, nadat hij door de zeef is gegaan. Precies. Je ziet ook dat hij mooi donker is. Dat komt door het eekhoorntjesbrood. En wat ik al aangaf, we maken hem af met wat truffeltapenade. Maken wij zelf op basis van 50% wintertruffel, 50% herfsttruffel. Als je dat nu al zou toevoegen, zou het aroma vervliegen. Dus we doen dat op het laatst. Staafmixer erin. En die is klaar. Kunnen we even wegzetten tot het gerecht gaan braseren. En ondertussen gaan wij verder met het bakken van het eekhoorntjesbrood. Kunnen we zo de royaal gaan maken. Ik heb wat knoflookolie. Dat geeft even veel smaak aan die eekhoorntjesbrood. En die gaan we mooi karamelliseren. Dus die mag op hoog vuur. De eekhoorntjesbrood heb ik in brunoise gesneden. De olie walmt, dus de paddenstoelen kunnen erbij. Ja. Klein beetje zout. Goed. Een beetje peper. Dan gaan we deze in 5 minuutjes goudbruin karamelliseren. En dit laten we gewoon nog steeds zacht. Ja, die laten we inkoken. Als die 2/3 is ingekookt, heb je dus een room vol van smaak. Ja. En dat is dus voor de basis van de royaals die we zo gaan maken. Mooi. Belangrijk hier is dat je de pan in het begin niet te veel schudt. Want dan krijgen die paddenstoelen niet de kans om een kleurtje te krijgen. Die brunoise is mooi gekarameliseerd. Je ziet het. Ja. Dat betekent ook weer extra smaak. Dus die gaan we het vuur gaan we uitzetten. Goed. Room is ingekookt. Gaan we afgieten. Ja. Even in een zeefje. Eekhoornsbrood gaat daarin. Hierbij een klein beetje van de truffeltapenade. Ja. Doen we mooi in de blender. Alles tezamen. Nou, dit mengsel laten we even afkoelen. Dan kunnen we de eidooier toevoegen. Anders zou die meteen stollen. De basis is afgekoeld. Nu kunnen we ook de eidooier gaan toevoegen. Wat je al aangaf, nu is het juiste moment. Ja. Dus die gaat erbij. Ja. We gebruiken vandaag siliconen matten met een bolvormpje. Goed. Belangrijk bij het, het afvullen van de mat is dat je een beetje van de garnituur bij iedere royaal erin giet. We draaien hem om en dan zie je dus heel mooi de garnituur zitten. Deze basis dekken we af met folie. Mm-hmm.
En dan gaat hij ongeveer 15 tot 20 minuutjes op 95 graden stoom in de oven. Dat heb ik natuurlijk al voorbereid. Ik heb hier het eindresultaat. Dat zijn dus die royaals. De structuur van deze royaals is heel zacht. Je kan eigenlijk vergelijken met een crème brûlée. Zometeen gaan we die opwarmen in een oven van 100 graden. Zetten we gewoon een paar minuutjes erin, dan is hij warm. Kunnen we hem serveren. Verder in het gerecht gebruiken wij witlof. Witlof, mooie bittere smaak. Dat geeft diepte aan dit gerecht. Dat doen we op verschillende manieren. Ik heb wat gekookt en we gaan wat karamelliseren. Dat doen we als volgt. Snijden we kleine blokjes. Ja. Beetje boter in de pan. Witlof in de pan. Dat doen we bij. Klein beetje rietsuiker. Die rietsuiker geeft een mooie balans. Klein beetje zout. Witpeper. Deze bakken we op middelhoog vuur tot die goudbruin is. En dan is hij klaar. Witlof is nu 2 minuutjes aan het bakken. Blus ik hem af met PX-azijn van Valderrama. Fris zoet. Mm-hmm. En dat combineert ontzettend goed met de witlof. Het haalt heel mooi eigenlijk die aroma's nog meer naar boven. Ja, je ruikt het. Ja, krijgt het heel goed. We hadden al een beetje zoet met de rietsuiker toegevoegd. Ja. Nu hebben we ook nog het zuur. Plus de PX heeft natuurlijk ook wat zoet in zich. En dan krijg je weer een hele volle smaak. Eigenlijk van een product, witlof, is op zich fris en bitter. Bittertje. En we krijgen nu echt een knallende, rijke smaak. Kijk, je ziet het. Witlof gaat al een beetje kleuren. Deze moet goudbruin zijn. Dan is hij klaar. Wat ik ook gedaan heb ik al voorbereid, is van deze witlof een crème gedraaid. En die crème hebben we ook weer op smaak gewacht met een klein beetje van die PX-azijn. Goed, komt hij mooi weer in terug. En dan krijgen we dit. Ik heb nog iets voorbereid. Dat is een crème van schorseneren. Ook weer een aardse smaak en licht zoetig. Vind ik erg lekker. Dus ik heb daar een crème van gemaakt. Waanzinnig. Die gaan we ook eventjes opwarmen. Ja. Ik heb hier 2 kleine witlofstronkjes. 2 pakketjes van de schorseneren. En nog een vlaggetje van roodlof. En die stoven met een beetje bouillon en boter. Tot ze warm zijn. En geglaceerd. Dit zijn echt de laatste handelingen eigenlijk. Laatste handelingen. Kijk, net zoals bij al mijn gerechten. Je hebt een voorbereiding. En alle minuut ga je in dit geval de cookies bakken. Ja. En in één keer het gerecht dresseren. Goed. Dus daar gaan we mee beginnen. We gaan naar de laatste fase, de cookie. En dan beginnen we met olijfolie. Ja, daar is die, de arbegina. Precies. Olijfolie kan mooi heet worden. Vervolgens maken we de cookies af met roomboter. Maar dat verbrandt bij 120 graden. Dus daar beginnen we nog niet mee. Cookies doen we ook een beetje zout eerst aan de bovenkant. Daar gaan we hem in eerste instantie op bakken. Ja. Kunnen we hem zo meteen aan de onderkant ook nazouten. Oké, naast de saus van paddenstoelen heb ik ook nog een vinaigrette in dit gerecht. Op basis van sopravvino. Dat is een balsamico-achtige azijn. Mm-hmm. Deze is ook gemengd met een wat frissere azijn. En daar heb je heel bewust voor gekozen, want wat doet dat met de smaak? Nou, je hebt daar dat zoetje. En dat zoetje accentueert ook weer zeg maar, het zoetje vanuit de witlof. Ja. En er zit ook een hele fris, zure smaak in. En dat maakt het gerecht wat lichter. Okay. We werken met paddenstoelen, ja, allemaal klopt. Fijn zware smaken. Zware, aardse smaken ook. Ja. Om even aan te geven, olijfolie. Voor de koude bereidingen gebruiken we bijna altijd arbequinaolie. Voor het frisse karakter. En vinaigretjes maak ik dan ook altijd met arbequinaolie van Valderrama. Ja, maak je die aan. Goed. Pan is heet. Cookies gaan erin. Beetje zout aan de onderkant ook, uiteraard. We bakken deze goudbruin aan deze kant. We draaien hem om. Dan gaan we boter toevoegen. En als laatste blussen we hem af met citroensap. Even kijken, als die mooi kleurtje heeft. Andere kant bakken. Hetzelfde. Cookies bakken we ongeveer 2 minuutjes. Dan voegen we de roomboter aan toe. Die roomboter die laten we weer uitbruisen. Mm-hmm. Zodat je weer die beurre noisette krijgt. Weer die extra smaak. Hou hem vooral in de gaten. Je ziet het, nu wordt hij al bruin, zie je dat? Dat betekent dat ik even naar mijn vuur ga kijken. Staat goed. Op dit moment gaan we wat citroensap toevoegen. Je gaat hem echt daarmee afblussen. Zeker. Dan heb je dus en die nootachtige smaak en het frisse van de citroen. En dit tezamen, je kan het zien, de beurre noisette is goudbruin. Ja. En het citroenschap, dat gaan we om de cookie heen walsen. Dat doen we op deze manier. Oké, die cookies zijn dus klaar.
Gaan we naar het dresseren van het bord? Gaan we gewoon naar het dresseren van het bord, want we hebben alle garnituren al opgewarmd. Wat je zegt, je voorbereiding heb je gedaan. Precies. Ja, die royaals die hebben we even verwarmd in de oven. Serveren we in het midden van het bord. Wat je zei, hè, dat eekhoorntjesbrood komt heel duidelijk naar je voren. Je ziet het, hè? Je ziet zo de garnituur zitten. Een klein knelletje gekarameliseerde witlof komt daarbij. Nee. Dit heeft dus een heel mooie, diepe smaak. En toch frisjes door die PX-azijn. Jonathan, dit is natuurlijk voor je gasten, maar koks, culinaire liefhebbers, wil jij die inspireren? Die wil ik heel graag inspireren. Kijk, dit is mijn vak, dit is wat ik dag in dag uit doe. Ik vind het heel leuk om andere mensen hiermee te kunnen inspireren en te enthousiasmeren om gezond en lekker te koken. Ja. Dat is ook de reden dat ik een paar jaar geleden mijn eigen website ben begonnen, jonathanzandbergen.com. Internationaal. Internationaal. En ja, daar kan je van alles zien over wat ik eigenlijk doe met eten. Goed. Culinaire inspiratie. We gaan verder. Witlofje. Dus gekookt. Mooie structuur. Ja. Pure witlof. Klopt. Dit was de schorseneren. Ja, en die bereiding van de witlof die komt op verschillende varianten terug. Ja, precies. Dus heb je ook verschillende smaken in die witlof. Dit is de crème die we gemaakt hebben. Van de gekarameliseerde witlof die we daar hebben liggen. Met een beetje extra azijn daarin. We hebben nog hier de crème van schorseneren erbij. Dat is een mooie zalf erbij. Ja. Ook weer dat spel van verschillende structuren. En natuurlijk de coquille, de perfecte coquille, ja, daar is ze. Mooie dikke coquille, kijk. Daar wordt iedereen blij van natuurlijk. Oké, we verwerken het gerecht dus af met de vinaigrette van Soprafino. Dat geeft dus nog even extra dat zoetje en die frisheid in het gerecht. Die gaat eroverheen. Ja. En dan komt hierbij de saus van paddenstoelen die we gemaakt hebben. Even mooi opschuimen. Echt een finishing touch. Ja, en wat ik al zei, die sauzen zijn eigenlijk de smaakmakers van de gerechten. Een taak voor de gastheer, gastvrouw, om uit te serveren als laatst? In dit gerecht wel. Maar vandaag doe ik het. Ja, vandaag doe jij het. Vandaag ben jij onze gastheer. Precies, dus die schuimige saus, mooi om het af te werken. Ja, wauw. Chef, als je hier naar kijkt, tevreden? Ja, zeker tevreden. Ik kreeg niet honger. Goed, dan gaat u mee naar de gast. Ik wil jou bedanken voor dit tussengerecht. Ja, en u natuurlijk. U kunt hiervan gaan genieten. Hele mooie smaken, hele mooie gerechten in recepten van topchefs. Dankjewel.